Ten aanzien van de zaak waarbij meneer Kuhn aangifte heeft gedaan van bedreiging, is de politie op dit moment bezig met het onderzoek. Er zijn inmiddels personen gehoord en dat is het tot nu toe. Verder hebben we geen informatie. Het onderzoek is nog gaande? Het onderzoek is nog gaande in deze. En ook wilde ik u meteen vragen hoe het staat, de vorderingen, bij het onderzoek naar de drugsvangst op de Zetni-haven. Ja, ten aanzien van de drugsvangsten, tijdens de visitatie van de douanerecherche op het Zetni-havencomplex is er in 64 durven grendelingstaven van 16 containers drugs aangetroffen. Na weging bleek het een totaal van een bruto gewicht van 83,2 kilo te hebben. Inmiddels zijn er 2 personen aangehouden en wordt het onderzoek voortgezet door de politie. Oké, en we zijn gisteren en eergisteren ook een beetje opgeschrikt door het, wat je noemt, het corruptieschandaal bij het SZF. De zaak is nu bij justitie. Ja. Laat me nu daarvan zeggen, er heeft een intern corruptieonderzoek plaatsgevonden bij Staats Zieken Fonds. En het heeft geresulteerd in direct ontslag van 5 medewerkers. Het Openbaar Ministerie is daarvan op de hoogte gesteld. Althans, de informatie is beschikbaar gesteld aan het Openbaar Ministerie en worden er gesprekken gevoerd, zodat er een onderzoek kan starten. Maar vooralsnog zijn er geen aanhoudingen gepleegd. Oh, er zijn nog geen aanhoudingen gepleegd? Er zijn nog geen aanhoudingen gepleegd in deze. Wel ontslagen? Ja, dat heeft te maken met het intern onderzoek dat er heeft plaatsgevonden bij Staats Zieken Fonds. Om welke strafbare feiten gaat het? Zoals ik u aangeef, de informatie heeft het Openbaar Ministerie bereikt. En er worden nu gesprekken gevoerd, zodat een onderzoek kan starten. Okay. En pas als het onderzoek wat uitwijst, dan kunnen we nagaan of er mensen als verdachten aangemerkt kunnen worden. En dan pas weten we om welke strafbare feiten het gaat. Maar vooralsnog hebben we nog geen informatie wat dat betreft.